En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video van de Manchester United Carry Mode serie. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Nou, in ieder geval, daar zijn we dan aangekomen hier in het spel FIFA 22. Ja, zoals jullie weten komt FIFA 23 langzamerhand. Nou ja, we komen wel richting de release bijna. Nou ja, bijna nog 2 maanden of zo. Maar er wordt wel steeds meer bekend van het spel. Nou, daar gaan we natuurlijk niet te veel over lullen. Met United gaat het gewoon de laatste tijd wel weer prima. We zijn natuurlijk met een slechte seizoenstart begonnen. Maar we liggen weer op koers om in ieder geval de Champions League te gaan halen. Dat is ook het doel van het bestuur. Dus ja, dat moeten we alleen nog even in vervulling brengen. Het doel is sowieso, nou ja, we kunnen nog tweede worden, virtueel. Maar het doel is sowieso derde worden voor Arsenal. Dus dat kunnen we doen tegen Watford. En dat doen we in deze opstelling van met Silva, Rashford, Fred, Fernandes, Gravenberg, Anthony, Davies, Varane, Timber, Mukiele en Pickford. Anthony ontwikkelt zich goed, 83 rating al, doet hij goed. De Braziliaan is gekocht van Ajax, hetzelfde geldt voor Gravenberg en Timber natuurlijk ook. Dus United heeft veel aankopen gedaan bij Ajax, wat ze dus ook in het echt nu doen met Erik ten Hag als trainer. Dit is wel op de PlayStation 4 versie van FIFA, aangezien we deze serie natuurlijk zijn begonnen op de PlayStation 4. Zoals jullie weten is de Ajax Square door de PlayStation 5 versie. Ik denk dat ik dat niet meer hoef uit te leggen. We zijn in ieder geval in het prachtige Manchester, het prachtige Old Trafford Stadion. En dat doen we tegen Watford. En we gaan gewoon beginnen. Eens kijken wat we kunnen oprichten tegen dit Watford. We zijn gewoon aardig sterk aan het worden met United. Winnen wel nipt. Maar weet je, zolang je maar wint. Arsenal gaat echt nog wel steken laten vallen dit seizoen. En dan proberen we direct aanval op te zoeken. Maar dat mislukt. Wat voor dacht aan aanvallen. Ja, en dan kom je toch opeens bij Anthony. En die schiet hem toch wel heel hard over. Ja, daar is Stefan Joostenbeek ook niet tevreden mee. Fernandes. Op Gravenberg. En die wou schieten, maar dat wordt hem niet. Anthony. Anthony met de voorzet. En daar is dan wel het schot. En daar dan ook echt de eerste serieuze kans van de wedstrijd. En dan een kopballetje. Maar deze is voor de keeper. Alhoewel, als de keeper het zo gaat doen, dan vangt hij hem alsnog. Daar loopt Marcus Rashford. En ja, daar is dan, wou ik zeggen, de 1-0. Maar die komt er nog niet. En de rebound wel. Door een omhaal volgens mij van Bruno Fernandes. Of we dit een omhaal kunnen noemen is aan jullie. Maar het staat in ieder geval 1-0 voor Manchester United. En Old Trafford ontploft. Want ze weten hoe zwaar seizoen dit team het heeft. En in de Champions League doen ze het best wel goed. Hebben we helaas wel een onmogelijk doel. De finale halen. Maar ja, als we dan de Champions League weer kunnen halen. Ja, dit is een geweldige omhaal. 1-0 voor Manchester United. En dat is gewoon verdiend. Watford heeft nog geen kans gecreëerd. En ja, dan is eindelijk de opluchting daar ook bij de trainer van Manchester United. En dat is natuurlijk de Nederlandse Stefanie Oosterbeek. 11 doelpunten in 27 wedstrijden voor Bruno Fernandes. En zo kan Watford misschien eens een keer wat gaan doen in deze wedstrijd. Ze zijn nog niet wakker. Ah, dan proberen wij zo goed druk mogelijk te zetten. En dat lukt. We dringen daar ze echt in de fouten. En daar is Rashford. En dan gaat het opeens wel heel erg snel in de eerste helft. En zo staat het ook al 2-0 voor Manchester United. Ja, dan wordt Old Trafford natuurlijk helemaal gek. Het begint gewoon weer een oude goed voetbalspel te worden van Manchester United. Ja, dit is gewoon weer goed gevonden. En zo kan Rashford binnen schieten. En zo staat hij 2-0. En zo ontploft Old Trafford. Wat natuurlijk volkomen logisch is.
En zo gaan we denk ik ook rusten met 2-0, dames en heren. Heerlijk begin voor Manchester United. Kunnen we dit ook doorzetten in de tweede helft? Ja, dat is vaak de vraag, want daar hebben we het vaak nogal moeilijk mee. Maar ik denk dat het mogelijk is, echt waar. We hebben echt grote kansen. Dus dit moet haalbaar zijn. Daar gaan we in ieder geval. 2-0, dit kan goed komen. Geen wissels. Want als we Ronaldo inbrengen, gaat het vaak helemaal mis. Ja, dat is echt gewoon iets met teamgeest of zo. Dat, als Ronaldo erin komt, dan draait het team voor geen meter meer. Anthony gevonden. Daar is Silva. En die schiet wel heel erg naast. Maar het is toch weer een begin van ja, United. En weer niet van Watford. Maar zo wil je het ook hebben, hè? Ik bedoel van gewoon dominant zijn in de wedstrijd. Oh, daar is de eerste kans voor Watford. En dat gebeurt in de 56e minuut van de wedstrijd. En dan denkt de trainer van, jongens, dit kan nog. Zo, deze is voor Pickford. Hier lopen we een beetje achter de feiten aan, maar daar is Pickford weer. Ja, we draaien altijd wel een iets slechtere tweede helft. Maar dat is het hele seizoen al zo. Alleen maakten we toen in de eerste helft niet af en dat beginnen we nu eindelijk een beetje te leren. Zo, dit was nog leuk geprobeerd. Tony Rashford. Ach, wat dom. Want dit spelen we niet heel slim uit. Ja, en dan komt die 3-0 er niet. Ah, die hadden we nodig. Ach, weer niet handig gedaan dit. Gravenberg is niet zo handig in het... Pasen. Maar ja, we eindigen waar we waren begonnen in de rust. 2-0 eindigt het. En zo wint United van Watford. Heeft het, gewoon verdedigend zijn taak gedaan. Toen kwam Watford er wel even een keer langs. Maar we hebben over het algemeen ons werk verdedigend goed gedaan. Eén schotje van Watford. Nou, worden we niet heel bang van. We hebben zelf neergeschoten. Dus voor het eerst... dit was een van de weinige keren dat we echt dominant waren in een wedstrijd. En zo klimmen we naar plek 6. Maar ja, de rest heeft nog geen potje gespeeld. Oké, die worden uitgeleend. Uiteindelijk staan we gewoon weer op plek 7. Maar er is gewoon hoop. 4 punten achter Arsenal. Die zijn dus verloren. Aston Villa staat vierde. Nou, daar kunnen we gewoon voorkomen, jongens. Voor Chelsea ook. We staan dan 5 punten achter onze plek waar we heen willen. Wanneer staat de Manchester Derby eigenlijk weer op het programma? Oh, nu al. Oh, had ik niet eens gezien. Nou, de Manchester Derby, dames en heren. Een belangrijke derby. Nou, dan kunnen we direct ook wel even praten met de boys van de pers. Want ja, die hebben natuurlijk vast wat vragen voor ons. Nu het seizoen in de Premier League bijna voorbij is, lijkt het erop dat je team de kans op een plek in de UEFA Champions League verspeeld heeft. Geloof je nog dat jullie het kunnen halen? Jezus, wat zijn dit voor vragen? We zullen gewoon tot het einde vechten. Dat is gewoon, zijn gewoon de feiten. Manchester United heeft de vorige wedstrijd met een comfortabele voorsprong voor 2 doelpunten gewonnen. Denk je dat hetzelfde trap van Manchester City daardoor een deuk heeft opgelopen? Zo, ja, we moeten gewoon het team even de hemel in prijzen. Zo. Nou, de vragen van de pers ook weer beantwoord. Dan kunnen we beginnen aan de Manchester Derby. Een belangrijke wedstrijd, want ja, voor Manchester is dit gewoon een belangrijke wedstrijd. Maar ik ben van mening dat wij hier gewoon kunnen winnen. We hebben het uit niet zo, maar kijk hoe ons team is gegroeid. We kunnen dit gewoon winnen. Nou, zo, daar gaan we.
Nou, dan gaan we beginnen, dames en heren, aan de Manchester Derby. Een wedstrijd die altijd in de media vol wordt uitgepakt. Wat logisch is, want het is een grote wedstrijd. En dat weten de fans van United en dat weten de fans van City. In Old Trafford werd het 3-3, dus kijk wat we nu kunnen gaan doen. City probeert aan te vallen en daar is dan ook oprecht de eerste kans van Manchester City in deze wedstrijd. Nou, ik verwacht ook wel dat City beter zou zijn en dat wij op de counter zullen moeten gaan spelen. Maar wij willen dit gewoon winnen. Want dan wordt het gat wel heel erg klein. En daar een belangrijke redding van Pickford die hem nu klein moet hebben en dat ook heeft. Hier probeert City echt hun best. Ja, daar zit de verdediger van City helemaal mis. En dan kon Anthony hem bijna binnen schieten. Ja, deze was buitenspel. Dat was logisch. Paas werd veel te laat gegeven. Ja, City voetbalt zich hier knap onderuit. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En daar is City. En daar is dan ook de terechte 1-0 door Grealish. En ja, hier kon je gewoon op wachten. City is de betere ploeg. United laat ze kaas van het brood eten. En ja, het is gewoon weer niet goed genoeg. En zo stevenen we weer af op een nederlaag tegen een topclub. Ja, het is gewoon... We voetballen niet goed. En zo moeten wij gaan aanvallen. Maar ja, de ballen zijn gewoon niet goed. Anthony zit totaal niet in de wedstrijd. En zo is het 1-0 rust. Spelen wij niet goed, maar denk ik wel dat we een tweede helft goed kunnen gaan voetballen. Een beetje meer op balbezit gaan spelen, dan moet het goed komen. Wij zijn aan de bal echt goed. Normaal gesproken. En dat kunnen wij ook echt als team. Het feit is dat we verdedigend gewoon nog net niks kunnen. Want daar is dan bijna de 2-0. En dat is terecht hoor. Want verdedigend is het een drama. Timber zit totaal niet in de wedstrijd. Mukiele die speelt het hele seizoen al bizar raar. Maar wat kan Manchester United nu? In de counter is het Bruno Fernandes die er 1-1 van maakt. Uit het niets scoort United zijn eerste echte kans in de wedstrijd. En zo heeft City een enorme daal opgelopen in deze wedstrijd. Hoe kan het Manchester City? Een corner. Rashford met een bal op Bruno Fernandes. Die lijkt echt in een onmogelijke positie te zitten. Maar hij schiet hem plotseling opeens binnen. En zo staat het 1-1 hier in de Manchester Derby tussen Manchester City en Manchester United. Best een rare actie, maar ja, 1-1. Het zal wel zo wel weer 2-1 worden voor City, denk ik. Dat is ja, volgens de verhoudingen dan, hè? Want City voetbalt gewoon beter. Zo proberen we druk te houden op City, maar ja, dan is dit gewoon weer enorm kansloos. Rashford krijgt de ruimte. Maar ja, dit wordt waarschijnlijk een nutteloze voorzet, want Rashford kan dat gewoon niet. En de scheidsrechter fluit die af.
Ja, en het is 1-1. Een slecht Manchester United weet er dan toch nog een resultaat uit te halen tegen City. En zo wordt het hier 1-1. En dus komt er geen winnaar dit seizoen tussen de Manchester Derbies. Want 3-3 en 1-1 waren de einduitslagen. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer en like. En dan zien we jullie volgende week weer bij de Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund.